Hallo allemaal, welkom op mijn channel Solo Epoxy Art. We hebben een maal gemaakt met de levende rand van steentjes met de stenen. En nu we hebben een master model. En met zijn hulp kunnen we een siliconen mold maken. Ik zal wat aanpassingen maken aan de rand van het model, omdat de randen scherp zijn. En ik verwijder ze met de machine, met de schuurmachine. Laten we nu de afwerking voor glans aanbrengen. Hiervoor neem ik dikke haars. Ik pak maar een klein beetje de haars. En ik breng een dunne laag aan op het model. We zullen een glanzend oppervlak hebben. Trek de haars naar de rand, maar voorzichtig met de spatel. Zo. En voilà, nu zien we een glanzend oppervlak. Stenen rand en glanzend gezicht. Ons model is klaar voor siliconen. Ik nam de doos van koekjes. Dat is een goede maat, goede diameter voor mijn model. Ik heb silicon gemengd. En we gieten de silicon om het model te sluiten. Het model moet echt onder de siliconen. Ik had niet genoeg siliconen en ik kneedde nog wat van andere merk, maar dat hoeft niet, dus niet belangrijk. Silicon is silicon. Er gingen enkele uren voorbij. Mijn silicon is hard. We krijgen het mastermodel. Dat ziet mooi eruit. Zeer gemakkelijk te verkrijgen. Zie, voilà. Onze zelfgemaakte mold met levende rand en glanzend gezicht. Heel mooi gedaan. En nu ga ik mijn favoriete duet gieten. Wat nog? Ik zal geen commentaar geven. Iedereen weet het uit hoofd.
hoe je en doe je het moet doen. We kijken en luisteren naar muziek. En nu mijn favoriete tijd, favoriete moment, unmolding time. Zeer gemakkelijk te verkrijgen. Van deze kant is mooi. Maar duet is altijd mooi. Mooie kleuren. Maar onze maal is nog beter. Kijk, we hebben een glanzen voorzicht en mooie randjes. Ik ben heel blij van. Bedankt dat je op mijn kanaal bent.
Kijk naar mijn video en maak het verschil. Da-da!